Televisie, dat zult u met me eens zijn, is een mooi medium. En we kunnen er ook steeds meer van ontvangen. Maar daar is niet iedereen zo gelukkig mee. Steeds heftiger wordt er door voor- en tegenstanders gedebatteerd over het nut van de buitenlandse televisieontvangst. Vanavond willen wij u laten zien wat er nu al aan buitenlandse televisiestations in ons land ontvangen kan worden. We zullen live overschakelen naar Zoetermeer en Sluis, maar eerst laten we even een aantal feiten op een rijtje zetten. Zoals gezegd, we kunnen in Nederland ontzettend veel televisiesignalen ontvangen. Denkt u maar eens aan Duitsland, België, maar ook Frankrijk en Denemarken. En Engeland niet te vergeten. Maar niet al die zenders kunnen overal in Nederland ontvangen worden. Meestal is de ontvangst beperkt tot de grensgebieden. Daarom kan slechts een kleine groep Nederlanders naar die buitenlandse televisieprogramma's kijken. Technisch zouden die programma's bijvoorbeeld via een kabel naar plaatsen met een slechte ontvangst kunnen worden doorgegeven. Maar tot nog toe wil de minister daar niks van weten, hoewel de wet haar dat niet met zoveel woorden verbiedt. Op dit dak bevindt zich ook het antennepark van het kabelsysteem van Zoetermeer. Dat zijn antennes die u in feite zelf ook op uw dak zou kunnen hebben, alleen u zou er dan veel minder mee ontvangen, omdat uw huis waarschijnlijk veel minder hoog is. Het voordeel van zo'n antennepark is ook dat nu de kosten voor alle inwoners veel lager zijn, omdat je maar één antennepark nodig hebt in plaats van al die duizenden antennes. Meneer Van der Does, wat is hier allemaal te ontvangen? Op die mast zitten naast een viertal FM-antennes de antennecombinatie voor België-Nederlands 2. Tegen de opbouw eenzelfde combinatie voor het programma België-Waals 2. Op de opbouw bevindt zich een rotorantenne waarmee we incidenteel het Engelse commerciële programma ITV ontvangen en doorgeven. Op die mast bevindt zich het antennegebeuren voor België-Nederlands 1 en België-Waals 1. Daarboven een combinatie voor Nederland 1 en 2 Goes, die als reservedienst doen bij uitval van Lopik 1 en 2. Op die mast bevindt zich de antenne voor Nederland 1, evenals Nederland 2. Hier voor ons de parabool, de grote schotelantenne met een diameter van 6 meter, bedoeld voor de ontvangst van Duitsland 1, 2 en 3. En als laatste staat hier een proefopstelling van een OTS-schotelantenne, bedoeld voor de Orbital Test Satellite. Dat is een telecommunicatiesatelliet die door de Franse PTT onder andere gebruikt wordt voor het doorgeven, het opstralen en doorgeven van het tweede Franse programma naar Tunesië. Antenne 2. Antenne 2, ja. Nou, dat is de manier waarop alle programma's worden ontvangen. En via allerlei ingewikkelde systemen worden doorgezet naar de abonnee in de huiskamer, die dan zelf kan beslissen wat hij wel en niet wil zien. En wat kan hij hier bijvoorbeeld in Zoetermeer zien? Kijkt u eventjes met me mee. Hier ziet u Nederland 1, reclame. Dit is Nederland 2, ons eigen signaal, Veronica. En dit zijn onze Belgische collega's, de BRT1, het eerste Vlaamse programma. Hier ziet u de BRT2, het tweede Vlaamse net, en dan zakken we langzaam af naar beneden. En daar zien we het eerste Waalse programma van de BRT, de RTB1 is dat. Hun collega's van het tweede net zijn al naar bed toe, de RTB2 is dat. Dus kijken wij verder naar de WDR1, het eerste Duitse televisienet. Hier het tweede Duitse televisienet, dat is de ZDF met box op dit moment. En dan gaan we naar beneden toe en daar ziet u de WDR. Dat is het Duitse televisienet, het derde Duitse televisienet, speciaal voor Midden-Duitsland. Een van de mogelijkheden van kabel ziet u hier gedemonstreerd. Het is een lokaal programma dat speciaal voor deze gelegenheid op dit kabelnet in Zoetermeer is gezet. Daarnaast ziet u nog zo'n programma, een teliac-cursus speciaal voor diabetici, dat we ook voor deze gelegenheid hierin hebben gezet. Het bewijst alleen maar wat je allemaal met die kabel kunt doen. Hier schuin beneden ziet u de Veronica Teletext pagina. In principe is het mogelijk om die pagina bij u op de buis via een kabelsysteem te projecteren en dat dan bijvoorbeeld te gebruiken voor de ondertiteling van programma's voor gehoorgestoorden. Daarnaast het informatiekanaal van de centrale antenneinstallatie van Zoetermeer. Daarop laat de kabelexploitant zien wat hij allemaal met dat net doet en wat jij niet mee kan doen. En daarnaast, en dat is heel erg interessant, ziet u het programma van Antenne 2. Dat is het tweede Franse programma. Kijkt u eventjes mee, dan kunt u meteen uw Frans ophalen. Il y a une strat,
légendaire de voyage et puis d'autres. Nou, wat praten de heren op dit moment? Maar het is het beeld van Antenne 2, het tweede Franse televisienet, dat hier in Zoetermeer ontvangen wordt met de schotel die we u daarnet op het dak hebben getoond. Zo'n schotel staat ook in Amsterdam en binnenkort in Hellendoorn. De OTS-satelliet die dit signaal uitzendt is een experiment van de Europese ruimteorganisatie, de ESA, die wil zien hoe zo'n televisiesatelliet nu eigenlijk werkt. Op 30 mei eindigt het experiment. Wat er dan met de satelliet gaat gebeuren is nog niet bekend. Er zijn diverse gegadigden in de race, maar wie die licentie gaat krijgen, dat is nog maar de vraag. Er zijn bij die mensen ook een commerciële organisatie. Eén ding is zeker, dat het hier te zien zal zijn, dat is een feit. Nou, u ziet het, dat is het wat er zo gemiddeld in Nederland op de televisie zou kunnen verschijnen. Maar er is veel meer, want er komen veel meer televisiesignalen de grens over. We laten u een kaart zien waarop u de plaatsen kunt zien. Allereerst dus Zoetermeer, een goed gemiddelde voor wat er in de Randstad te zien is. Maar wat kun je allemaal zien als je bijvoorbeeld in het zuiden of in het noorden van het land woont? De 25.000 inwoners van Delfzijl die zijn aangesloten op dit kabelnet kunnen als enige in Nederland, buiten het signaal van Duitsland 1, 2, 3 en natuurlijk Nederland 1 en 2, kijken naar de Deense televisie. En dat betekent op zaterdagmiddag veel sport en verder Amerikaanse series. En de krant hier in Delfzijl publiceert die programma's van de Deense televisie Trouw. Hier in Delfzijl is ook uitstekend te ontvangen het programma van de NDR. Het Duitse derde televisienet is namelijk drie keer te zien in Nederland. In het zuiden een zuidelijk regionaal programma, in het midden van Nederland de WDR en in het noorden van Nederland de NDR. En een andere indruk hebben ze, wenn ich Ihnen erklären würde, was Spielfarmen alles leisten könnten in dieser Haltung. Und schließlich nochmals einen anderen Eindruck hätten Sie, wenn ich Ihnen erkläre, welche Spielfarmen wir miteinander anziehen wollen. De programma's van Nederland 1, Nederland 2, Duitsland 1, 2 en 3 en de Deense televisie kunnen echter alle worden onderbroken door de politie van Delfzijl in het geval van calamiteiten. En dat is weer een van de vele voorbeelden van de mogelijkheden van kabeltelevisie. Dit is een test van apparatuur in het kader van het rampenplan van de gemeente Delfzijl. Iedere eerste maandag van de maand wordt tegelijk met de BB sirenes de apparatuur ten behoeve van het rampenplan in de gemeente Delfzijl getest. U bent daar thans getuige van. Ruim een miljoen inwoners van Den Haag en Rijswijk kunnen op hun kabelnet kijken naar drie Duitse televisiezenders, vier Belgische televisiezenders en drie Engelse. En het aardigste van die drie Engelse programma's is Anglia. Een commercieel station met op zaterdagmiddag veel sport en de rest van de week veel series. You know very well because you're a very intelligent lady that we've still been filming. What? We've still been filming it. Just now. Youngstalk SB. Now there's even more difference to taste. Have you tried Square Deal Surf Automatic? Like so many other automatic owners, you'll find it gives you the cleanness you want at a Square Deal price. Dit is het kabelsysteem van Geleen. Daarop zijn 11.000 inwoners van Geleen aangesloten. Het meest bijzondere wat zij kunnen zien is BFBS. Dat is een Britse soldatenzender die in Duitsland staat en die voornamelijk de programma's doorgeeft van BBC One, BBC Two en ITV. En dat betekent veel amusement in Limburg. Well, why didn't you tell the police? I don't know, it seems... She seemed so happy with us. She was really upset when I told her she'd have to go. I said I'd try and square things with you. You know what I mean. Ook heel aardig hier in Limburg is het feit dat hier de overige twee Duitse televisienetten van Duitsland 3 kunnen worden ontvangen.
Ik vertelde u dat al in Delfzijl. Daar is het noordelijke signaal van Duitsland 3 te ontvangen. Hier is het signaal te zien dat in Midden-Duitsland en in Zuid-Duitsland worden uitgezonden. Dat betekent 3 keer Duitsland 3 in Nederland. Das war eine neue Ausgabe der englischen Nachrichtensendung News of the Week.